Hoi, ik ben Florent en we zijn hier bij de Dortselaan 176A. Het is een vierkamer appartement gelegen op de tweede hele en de vierde halve verdieping. Circa 95 vierkante meter, ziet er netjes uit. Kunststof kozijnen, zowel voor als achter met dubbelglas. We gaan nu binnenkijken zodat je zelf kan zien hoe het appartement eruit ziet. We komen hier op de tweede etage. We beginnen hier in de hal. En we hebben hier aan de rechterzijde het toilet. We komen hier in de keuken. Net keukenblok. Er zit hier een koelkast, een oven, een vaatwasser en nog wat bergruimte. Ook, tenminste hier zit ook weer kunststof kozijnen. En we lopen naar het balkon. En zoals je kan zien kan je hier kijken. Zit hier nog tuinen beneden. Het balkon ligt op het oosten. Dus dat betekent dat je de ochtendzon, een klein beetje begin van de middag de zon hebt. Hier openslaan de deuren. En hier komen we in de woonkamer. En zoals je kan zien is dit echt een goede grote ruimte. 39 vierkante meter. Kan je indelen zoals je wil. Voorkamer, achterkamer, net hoe je het wil maken. Laminaatvloer ligt helemaal netjes ingelegd. Hier de Dortselaankant. Je kan hier parkeren aan de voorzijde. Dus betaald parkeren, maar eventueel kan je nog een vergunning daarvoor aanvragen. Nogmaals, echt een mooie grote ruimte. We hebben hier op de verdieping nog een wat kleinere kamer. Deze 3,5 vierkante meter. En dit moet je meer zien als een soort kantoor of werkkamer wat je hiervan kan maken. En we gaan hier de trap op naar de vierde verdieping. Dus de vierde, het is een halve verdieping, dus de helft van degene die we net gezien hebben. Hier hebben we de brandtrap, dat is om, als er wat aan de hand is, dan kan je naar het dak toe. Eventueel kan je nog een terras maken, mocht je dat willen. Hier de badkamer, douche. Wastafel, ziet er gewoon keurig netjes uit. 3/4 betegeld. Nou, keurig, hoef je niks aan te doen. En vanuit hier gaan we naar de slaapkamer. Slaapkamer netjes achterzijde gelegen. Ook hier weer de kunststofkozijnen met dubbelglas. Muren zijn allemaal strak, net als in de rest van het huis. En ook hier ligt weer de laminaatvloer. Hier nog een mooie slaapkamer. Groot, goed om je bed neer te kunnen zetten. En wat hier nog zit is een berghok. Daar zit de cv-ketel. En daar zit ook gelijk de aansluiting voor de wasmachine en de droger. Zodat je die hier kan plaatsen en dat ze niet in je badkamer staan. Mocht je dit appartement willen bekijken, neem contact met ons op. E-mail ons of bel ons. Zodat we die afspraak inplannen en dat jij met eigen ogen dit appartement kan zien.